Yo, Nintendo fans! Welkom bij weer een nieuwe Super Mario Odyssey video. En in deze serie speel ik de game zo snel mogelijk uit en geef ik jullie speedrun tips. We zijn aangekomen hier in The Lost Kingdom. Mario heeft het zwaar. Mario die moet even opkrabbelen en die zegt... Cappy zegt eigenlijk... Oh jee, waar zijn we nu? Oh nee, de Odyssey is kapot! En normaal is dit de wereld waarin je Cappy wordt gejat door een vogel. Maar dat stuk kan je helemaal skippen. Dat ga ik vandaag proberen te doen voor jullie. Dus vind je dat tof, doe een blauw duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren. Ik ben geen speedrunner jongens, dat weten jullie. Ik ben gewoon iemand die dit voor de hobby doet. Even kijken, volgens mij moest je dan bij... deze steen gaan staan. Ground pounden, Cappy gooien, bouncen. Ja, zoiets. Dit is weer gelijk een lastige jump aan het begin van deze map. Huh. Omhoog, Cappy gooien, omhoog, tik. Ah! Oké, die was lekker gerecoverd. Je moet hier dus hoogte pakken. Zo, 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 zo. Eén, en dan jump, jump. Ah, dan moet je nog een klein jumpie maken, zodat je in je triple jump komt. En dan, ja, dan moet je dus naar die rand daar springen. Dit is moeilijk. Je moet echt een sweet spot vinden hier achter deze steen. Dit is hem, denk ik. Ah, als ik nu in mijn triple jump was gekomen, dan had ik het gered. Misschien toch iets meer afstand. Jump, jump. Ja, zo. En dan... ja. Nee! Ik was er! De truc is dus dat je hier iets meer afstand houdt van de steen. Zo, 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 zo en zo. Oh! Ja! Dat was hem! Ik zat even volledig in mijn focus, jongens. En dit is een moeilijk jumpy. En wat speedrunners dan doen, is hier keihard vooruit springen. En dan zorgen dat ze daar aan de overkant terechtkomen. Maar ik durf dat nu niet, na die jump die ik net heb gemaakt. Dus ik ga dat gewoon eventjes met deze guy doen. Dude, wil jij eventjes Cappy erop gooien? Dank je. Nog een keer? Kom maar, kom maar, kom maar. Kom maar. Dank je. Nog een keer? Kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Dank je. En als ze dan die long jump hebben gemaakt, dan komen ze hier terecht bij de allereerste maan in dit koninkrijk. Vervolgens ga je hier naar boven met een crown pout en één keer zo erop. En hier doe je het nog een keer hetzelfde zo. Op je cappy. Oh. Of wat gebeurt er als we hierop gaan? Oh ja, ja, nee, nee, dat willen we niet. We willen hier naartoe. Zo en dan zo. Ah. Belangrijk leerpuntje als je dit wil speedrunnen, is dat je altijd de camera even goed zet. Want anders dan gaat het vaak niet goed komen. Nu had ik de camera even goed gezet en lukt het wel. En dan zorgen dat je niet te dichtbij komt bij deze butterfly. Die wil ongeveer hier staan, denk ik. En van de vier kan je Cappy gooien. Oké, nog iets verder. Cappy gooien. Nog iets verder. Cappy gooien. En dat is de tweede maan. De derde maan krijg je door gelijk hier naartoe te springen met een long jump. Ah! Ik denk niet dat ik nu nog hierop kan komen. Wacht even, misschien via deze boom hier. Nee! En dit is dus wat je niet wil. Oké, we gaan even doen alsof dat niet gebeurd is. Dat hebben jullie niet gezien, jongens. Dit is nooit gebeurd. Dit wil je dus niet hebben in je speedrun. Voor de goede orde, we waren dus hier gebleven bij deze Power Moon. En vanaf hier ga je twee keer rechtdoor. Je gaat hier naartoe en vervolgens hier naartoe. En dan ga je, oh, hier in het midden ground pounden. Want hier zit ook nog een maantje verstopt. En vanaf hier wil je die gaan pakken. Dat kan je doen door Cappy zo te laten vliegen en dan zo omhoog te gaan en dan erbovenop. Oeh, en dan had je dat net een centimetertje verder moeten doen. Nogmaals, ik ben dit ook aan het leren. Dit is de allereerste keer dat ik dit überhaupt doe. Dus qua afstanden en zo, wat de perfecte plekken zijn, ja, dat weet ik niet precies. Dat probeer ik ook nu zelf uit te vinden. Dus even kijken, zou dit werken? Zo, zo, zo. Ja, kijk, deze was lekker. Deze was heerlijk. Vanaf deze Power Moon gaan wij die kant op. Daar naartoe, yes. Dan gaan wij hier eventjes ground pounden. Hoppakee, en dan zit hier een maantje verstopt. Dat is onze volgende maan. Lekker, in de stenen trap. Vervolgens hebben we deze guy. En deze guy willen we dit blokje kapot laten maken hier. Ja, eerst maakt hij dit voorste blokje kapot. En dan krijgt hij nog een kans. En dan maakt hij deze kapot. Terwijl hij die kapot maakt. Oh, willen we die hebben? Willen we die maan daar pakken? Lekker dan. Totale paniek. Poging 2.
Wil je deze? Weet je wat? Ik pak deze wel eerst. Zo, hoppakee. Dan hebben we die alvast binnen. En dan zit hier achter dus nog een Power Moon. En die pakken we hier zo. Nice! Dat zijn er gelijk 2 in 1 klap. Hebben we er nog 2 nodig? En de eerste van die 2 is eigenlijk een Power Moon die de meeste mensen denk ik gelijk in het begin zouden pakken normaal gesproken. Want die zit namelijk hier beneden. Als je hier op Ground Pound, hoppakee, kan je hier doorheen. En dan zit hier een Power Moon. En de laatste, die is op zich wel lastig. Als je dat heel snel wil doen, moet je namelijk vanaf hier rennen. Dan ren je hier naartoe. Dan ga je hier dit doen. Zo, zo, zo. En dan... ja, dan moet je dus nog 1 keer er naartoe springen. En dan heb je deze te pakken. Laten we dat nog een keer op die manier proberen. Up, up, up. En up. Ja, ik had hem toch! Ik had hem toch! En het ding is, als je normaal gesproken geen enkel checkpoint hebt gepakt, dan warp je na je dood gelijk terug naar de Odyssey. Dus dat scheelt ook weer tijd. Technisch gezien zou je deze ook nog wat meer op safe kunnen spelen door hier naartoe te springen. En dan hopelijk hierop te springen. En vervolgens spring je op deze. Zo. Dan sta je nu hier. Zou ik hem vanaf hier kunnen pakken? Ik denk dat ik dit net niet red, hè? Misschien gewoon zo, zo, zo. Yes! Kijk, en dan heb je hem te pakken. En echte speedrunners, die kunnen nu ook nog terugkomen. Nou, zo goed ben ik dus niet in deze game. En normaal gesproken, als je dus dan geen checkpoint hebt gepakt in dit level, wat ik wel heb gedaan, dan warp je terug naar de Odyssey en ben je klaar in dit level. Speedrunners doen hier ongeveer 2,5 minuten over. Dat is natuurlijk echt bizar snel. Maar ja, oefening baart wel kunst. Anyways, we hebben weer genoeg manen. We hebben er 10 en daarmee kunnen we de Odyssey weer oplappen en kunnen we door naar de volgende koninkrijk. Het volgende koninkrijk. Terwijl correct Nederlands blijven praten. En welk koninkrijk zal het volgende koninkrijk dan zijn? Weet je wat ik trouwens wel echt jammer vind in Mario Odyssey speedruns? Dat je niet met deze guy hoeft te vliegen. Want dit is letterlijk een van de leukste karakters in Mario Odyssey ooit. Kijk hem jongen, kleine baas met zijn bril. Oh, wacht even. Dan pak ik ook gelijk even die maan die hier zo bovenin deze bamboo zit. Hoppakee. Mooi uitzicht. Nou, prachtig. En dan nemen we deze guy even over. Deze gast is echt fantastisch. Go! Oei! Dit is zo vet. Pak deze moon! Ik vind hem echt zo cool. De Odyssey is gerepareerd. Woep woep. Let's go! Overslaan voor de speedrun. Het volgende filmpje ook overslaan voor de speedrun. En daar gaan we. En je ziet het al, we zijn aangekomen in het Stedenrijk. Een van de grotere kingdoms in Super Mario Odyssey. Het is nu nog donker en we moeten straks die baas gaan verslaan. Dat gaan we allemaal doen in de volgende aflevering. Dus doe een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. En dan zie ik je gewoon bij de volgende video. Mazzel!